Een groep tieners heeft zich gemeld na de mishandeling van een homostel uit Arnhem. De twee mannen worden inmiddels overstelpt met reacties. Goedenavond en verder. Na anderhalf jaar sluiten ze elkaar eindelijk weer in de armen. Het gezin Albadien, dat lang in Heumensoord verbleef, is herenigd. En scholen in het rivierengebied verzamelen zoveel mogelijk afgedankte elektrische apparaten. Wij willen iedereen! Bij de politie hebben zich nog eens 4 tieners gemeld na de mishandeling van 2 homo's in Arnhem. Het gaat om een jongen van 14 en 3 16-jarigen. Eerder waren al 2 anderen opgepakt. Afgelopen weekend liepen Ronnie en Jasper na een avondje stappen hand in hand over straat. Toen bij een ruzie de tanden van Ronnie uit zijn mond werden geslagen met een betonschaar. Ze deden aangifte bij de politie en vertelden hun verhaal in de media. En nu worden ze overstelpt met reacties. Heel goed heeft Ronnie niet geslapen vannacht door de pijn. Maar hij is de hele dag al druk bezig met bloemen aannemen. Zoveel dat de gewone planten even plaats moeten maken. Je hebt een boel bloemen gekregen, of niet? Ja, zoals je ziet, ik heb op dit moment niet eens meer vazen voor de bloemen. Zoveel zijn het er op dit moment. De telefoon staat rood gloeiend en de hele dag komen mensen steun betuigen aan Jasper en Ronnie. Onverwacht van mensen krijgen dan kaartjes in de bloemenbus. Die staan ook hier op tafel. Van mensen die wij niet zien, niet kennen, niet spreken. Die hebben ons dan gisteren gezien op tv. En dan toch de moeite nemen van, hé, dat zijn die jongens van daar en daar. Dus we gaan ze even een kaartje sturen. Dus dat is echt wel heel lief en ook absoluut niet verwacht. Minister Bussemaker heeft de mannen gesproken. En ook de burgemeester van Arnhem, Boele Staal, brengt ze een bezoek. En via social media krijgen ze duizenden reacties. Ronnie en Jasper vinden het goed dat er zoveel mensen zich uitspreken tegen geweld, tegen homo's. Ja, helaas is dit even nodig om ons er bewuster van te laten worden wat er allemaal speelt. Dus we zijn blij om dat we dit kunnen doen. Met de hele situatie natuurlijk niet, want ja, het is niet voor niets dat we hier staan. Maar we zijn wel blij dat we nu er iets mee kunnen om er wat van te zeggen. Maar tussen alle steunbetuigingen, interviewverzoeken en belletjes door moet er natuurlijk ook tijd gemaakt worden voor iets anders belangrijks. De kaakchirurg. Ja, de Belangenvereniging voor Homo's en Lesbiennes maakt zich grote zorgen over het geweld tegen homo's. Volgens het COC is het aantal meldingen flink gestegen. Kwamen er in 2009 landelijk nog ruim 400 meldingen van homogeweld binnen. In 2015 waren dat er al meer dan 1500. Het is een optelsom van dingen en het gebeurt gewoon veel te vaak. En daarom willen wij ook een brief schrijven naar informateur Schippers. Waarin we zeggen dat er een eind moet komen aan dit soort geweld en dat er hogere straffen voor moeten komen. Ja, een brief aan de informateur. Welk signaal? Ja, het signaal dat we willen afgeven is dat dit moet stoppen. Mensen moeten zich vrij voelen om hand in hand over straat te lopen als ze van elkaar houden. Of dat nou mannen en vrouwen, vrouwen en vrouwen, mannen en mannen zijn. Op onze redactie staat verslaggever Daan Langkamp. Ja, Daan, de mishandeling van het homostel in Arnhem, dat heeft heel wat losgemaakt, hè? Ja, behoorlijk veel mensen reageren met afkeur op het geweld tegen homo's. Sportjournalist Barbara Barend riep op Twitter op om selfies te maken waarin mensen hand in hand lopen of staan. En daar werd volop gehoor aan gegeven. En het college van Montfortland betwitterde bijvoorbeeld een hand in hand foto. En voetbalclub NEC liet zien geweld tegen homo's de rug toe te keren. En ook veel landelijke politici lieten zich horen. De Wageningse Alexander Pechtold kwam vandaag hand in hand met fractielid Wouter Koolmees het Binnenhof oplopen. Meneer Pechtold, is dit een standpunt? Jazeker. Dit weekend zijn er 2 mannen in Arnhem in elkaar geslagen omdat ze hand in hand liepen. En er is een actie gestart door Barbara Barend. Alle mannen hand in hand. En die steunen wij om te laten zien dat geweld tegen wie dan ook onacceptabel is in Nederland. Verschrikkelijk echt, als je die beelden ziet. Althans, die verhalen hoort. Verschrikkelijk. Het COC zegt het zou topprioriteit moeten worden in deze kabinetsformatie. Nou, daar hebben we de kabinetsformatie niet voor nodig. Dit moet gewoon sowieso topprioriteit zijn. Vreselijk. Echt verschrikkelijk. Niet alleen in de politiek wordt met afschuw gereageerd. De Arnhemse ondernemer Arold Dingemans organiseert aanstaande zaterdag een protest waarbij politiek, ondernemers en burgers hand in hand staan tegen geweld tegen homo's. Uitschelden, dat is eigenlijk wel iets wat we wel gewend zijn. En in elkaar geslagen worden, ja, dat maken we hier in Arnhem zelden mee. Als 2 mensen hand in hand lopen en als dat al betekent dat je in elkaar geslagen wordt, dan gaat het toch ergens wel de verkeerde kant op.
Ja, veel mensen steken het Arnhemse stel dus hun hart onder de riem. En de hand-in-hand-actie wordt zaterdag om 5 uur gehouden op het Jansplein in Arnhem. Oké, Daan, dankjewel. In Nederland zijn zogeheten roze in blauw teams van de politie actief. Deze teams ondersteunen collega's, maar ook homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders, als er bijvoorbeeld strafbare feiten zijn gepleegd. De Arnhemse Ronnie en Jasper deden aangifte van hun mishandeling, maar dat gebeurt nog veel te weinig. Hoe krijg je mensen nou zover dat ze toch aangifte doen? Ja, door ons te laten zien. En ik hoop dat mensen dit zien. En ik hoop ook echt dat er nu mensen opstaan en zeggen van dit is mij ook overkomen. Ik ga naar die politie, ik ga het melden, ik ga toch aangifte doen. Maar het moet gewoon stoppen, het moet ophouden. Als we nou kijken, ja, uit de media krijgen we de indruk dat het toch vaak om allochtone daders gaat. Is dat ook zo? Nee, daar kunnen wij niks zinnigs over zeggen of dat ook echt zo is. En waarom niet? Ja, ook dat heeft weer te maken met registratie. In hoeverre, als zaken niet opgelost worden, in hoeverre weet je dan of het te maken heeft met allochtone daders of niet? Ik denk dat er niet veel verschil in zit, maar dan moet je wel keiharde cijfers hebben om dat aan te tonen of het wel of niet zo is. Zou dat anders geregistreerd moeten worden dan? Ja, zoals ik net al zei, dat zouden we graag zien, dat het geregistreerd wordt, dat het anders geregistreerd wordt, zodat we ook echt een goed beeld krijgen hoe het precies in elkaar zit. En als steunbetuiging aan de mishandelde mannen wordt de Westervoortse brug vanavond in regenboogkleuren uitgelicht. Voor de laatste informatie over deze zaak kunt u terecht op onze site gld.nl en natuurlijk op onze app. Morgen, dan is de dag van de waarheid voor de Edese wijk Kolkakkerbuurt. Dan wordt duidelijk of de grootste renovatie- en sloopplannen van woningbouwvereniging Woonsteden door kunnen gaan. De bewoners kunnen tot morgen 12 uur stemmen of ze het zien zitten. Is 70% het eens, dan gaan de plannen door. De Kolkakkerbuurt, gebouwd in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een echt tuindorp met een dorpse sfeer. Lommerrijke tuinen en ruim opgezet. Maar de huizen zijn er bijna 100 jaar op. De woningen zijn slecht. En dat zijn, ja, wat ik kan noemen, is bijvoorbeeld als het hard waait, dan zijn er verschillende mensen dat de gordijnen in het raamkozijn waaien en dat de plantjes bijna uit het raamkozijn waaien. Dat soort dingen. Er zitten veel kieren, er is veel tocht, er zijn veel vochtklachten, scheuren in de muren. Ja, eigenlijk een heel scala aan problemen. Daarnaast hebben we in 1985 een renovatie uitgevoerd. Er zijn er ook zaken niet helemaal precies goed gegaan, waardoor de klachten ook verergerd zijn. En dat totaal maakt dat de woningen heel ingrijpend aangepakt moeten worden. Het plan is om 50 woningen te renoveren en er 113 te slopen. Tegenstanders van het plan willen dat alle huizen worden gerenoveerd om het karakter van het tuindorp te behouden. Als je deze netjes opknapt, als je bijvoorbeeld deze stenen mooi in zand straalt, ziet het er fantastisch mooi weer uit. Eventuele ongemakken die men in de huizen heeft, vocht, tocht, dat soort zaken, is natuurlijk allemaal met renovatie gewoon haalbaar. Woonsteden zegt dat alles renoveren onmogelijk is, omdat de oude huizen te weinig comfort bieden en niet energiezuinig zijn. Hoe graag ze ook met de oude woningen de wijk willen opknappen. Dat doen we het liefst met behoud van de huidige woningen, maar als daar te grote conflicten ontstaan, dan vinden wij comfortabele energiezuinige woningen belangrijker dan een tuindorpcomplex. En zo komt het eruit te zien als het aan Woonsteden ligt. Morgen is de laatste dag dat over het plan kan worden gestemd. 70% moet het eens zijn, dan gaat het door. De kans is groot dat dat gebeurt, want de plannen zijn in samenspraak met de buurt gemaakt. En wat er nu getekend is, in grove lijnen, dat voldoet eigenlijk aan het beeld zoals de woningen nu ook zijn. En waar we dus ook de mensen over hebben laten stemmen. En die zeggen eigenlijk, er ligt een heel mooi plan. Ik hoop natuurlijk dat het een nee wordt. Dat er tegen de plannen zijn gestemd. Ik zou het niet weten. De tijd zal het leren. Hoe voelt het om met een kudde schapen over de heide te lopen? Herders gooien alles in de strijd om de charme van het vak te promoten. De in opspraak geraakte vrijwilliger van voetbalclub AZC Zutphen stopt per direct met zijn werkzaamheden voor de club. De wedstrijdsecretaris kwam in opspraak na een uitzending van het radioprogramma Argos. Dat onthulde dat de man is veroordeeld voor ontucht. In 1997 werd hij als tafeltennistrainer 2 jaar geschorst vanwege het ongewenst aanraken van 4 minderjarige spelers tijdens regiotrainingen. Nu, 30 jaar later, bleek de man als wedstrijdsecretaris bij voetbalclub AZC te werken.
De club in Zutphen wist van zijn verleden en vond dat de man onder strenge voorwaarden een tweede kans verdiende. Ondanks de steun van de club heeft de man besloten zijn werk per direct neer te leggen. Justitie looft 10.000 euro uit voor de gouden tip over een gewelddadige woningoverval op een woonwagenkamp in Harderwijk. Tijdens die overval december vorig jaar werd de 68-jarige bewoner beschoten. Ook zijn vrouw werd mishandeld. De daders gingen er uiteindelijk met alleen een telefoon vandoor en zijn nog altijd niet gevonden. 10 scholen in het rivierengebied zijn in een hevige strijd verwikkeld. Ze verzamelen zoveel mogelijk afgedankte elektronische apparaten. De wedstrijd is bedoeld om het recyclen van e-waste te promoten. Want nog veel te vaak verdwijnt een kapotte staafmixer of een oude radio in de grijze container. De twee stromenscholen in Heerewaarde doet mee aan de e-waste race. We moeten alles inzamelen met een stekker of batterij. Waarom? Omdat het te vaak met een tot alles gewoon in de grijze container wordt gedaan en wordt het verbrand. Maar liefst 2/3 van het elektronische afval belandt momenteel in die grijze container. En dat is zonde, want de apparaten zitten vol nuttige grondstoffen zoals koper, kunststof en zelfs goud. Scholieren in het rivierengebied gaan daarom op pad om de afgedankte apparaten in te zamelen. Hallo, heeft u misschien nog iets oud elektrisch wat u niet meer gebruikt? Ja, dat kan ik wel even halen. Ik heb nog een oud tosti-ijzer. Waarvoor doen jullie dat? Dat is een goede vraag, Vera. Dat is beter voor de natuur en voor de vissen en ook voor de mensen. En dan hoeven we niet meer de aarde in te boren en dan komen er minder aardbevingen. Komende maand willen scholieren in het rivierengebied maar één ding. Tranen van geluk vandaag op Schiphol. Daar sloot het Syrische gezin Al-Badin elkaar na 1,5 jaar weer in de armen. Vader en oudste zoon arriveerden in september 2015 als vluchtelingen in tentenkamp Heumensoord in Nijmegen. En vandaag kwamen moeder en de jongste twee kinderen naar Nederland. Mano, hello. Anderhalf jaar hebben Isa en Johnny Al-Badin op dit moment gewacht. Heel blij. Ja, echt. Lang tijd. 1,5 jaar. Want zo lang is het geleden dat het gezin vlucht uit Syrië. Aan de Turkse kust besluit Isa dat de bootjes van de mensensmokkelaars te gevaarlijk zijn en neemt alleen zijn oudste zoon, die kan zwemmen, mee. Ze belanden in het grote Nijmeegse tentenkamp Heumensoord. Daar begint het lange wachten op de gezinshereniging waar asielzoekers met een verblijfstatus recht op hebben. Ik heb mijn moeder en mijn broer en mijn zus veel gemist. Omdat zij in de huis altijd huilen. Vandaag is het missen eindelijk over. Hallo, welkom. Isa's vrouw en de jongste twee kinderen arriveren in Nederland en in het huis wat hun is toegewezen in het Groningse Tolbert. Ik ben echt blij. Eindelijk. De afgelopen 1,5 jaar waren zwaar voor het gezin. Het was echt lastig. Dorpsbewoners zorgen voor een warm welkom. We zijn met al zijn ups en downs meegegaan en dan is dit het mooiste moment wat je met elkaar kan vieren, denk ik. It was so difficult. I miss them a lot. Yeah, I cried a lot. And now? Oh, now I'm very happy to see them. Thank you. Herders hebben het steeds moeilijker. Het is een ouderwets beroep en het levert nauwelijks geld op. In Warnsveld wordt het ambacht op een bijzondere manier onder de aandacht gebracht, met een eigen tijdse blik. Het is lammetjestijd en sommigen gaan uitgroeien tot het zwarte schaap. Dit is de kudde van het Nieboer en herder Maarten van Baren wordt door de filmcrew van Get a Crowd uitgerust met een 360 graden camera. Het vak herder moet zo weer hip worden gemaakt. We proberen eigenlijk die nieuwe technieken met elkaar te combineren om kinderen de speelset van de lammetjes, maar ook het lentegevoel, de nieuwe tijd, nieuwe leven te geven eigenlijk. Dus hopen we dat ze op deze manier een gevoel krijgen bij wat een lammetje meemaakt als hij naar buiten gaat. En het gevoel krijgt wat de herder ziet als hij aan zijn werk is. Maar eerst moet de herder afrekenen met een probleem. Dit lammetje is ontsnapt aan de kudde. Maar met hulp van zijn honden lukt het hem om het anarchistische diertje weer te vangen. Ja, we hebben hem weer. Hè? Met behulp van de honden en een beetje gemoppen komt het altijd weer goed. Mooie beelden van schapen en lammetjes midden in de kudde.
dat moet werken ter promotie. Maar ook om geld binnen te halen om de kuddes in stand te kunnen houden. Persoonlijk red ik me nog wel redelijk, maar er zijn er een aantal die echt, echt heel zwaar zitten. En dat, daar is dat noodfonds ook voor nodig. Maar sommige lammetjes lopen liever niet in de kudde. Ze hebben een veel fijner plekje gevonden. De beelden zijn vanaf volgende week te zien op de website volgdeherder.nl. Ja, dan krijgt u nog het weer met Reinier van den Berg. De zon had het vandaag toch wel een tijdje moeilijk. Was natuurlijk wel kleur te bekennen in de natuur op steeds meer plaatsen. Prachtig bloeiende magnolia. In de middag, begin van de middag, werd het in de Achterhoek zonnig. En later klaarde het ook elders geleidelijk aan wel op. Rustig weer dus, droog weer ook voorlopig. Dit was het satellietbeeld van 1 uur 's middags. Gelderland op de rand van de opklaringen zo ongeveer. Noordoosten was al schitterend. En vanavond en vannacht zit heel Nederland toch wel in het gebied met opklaringen. Heldere nacht, minimumtemperaturen dalen tot 2 à 3 graden. Op een enkele plek aan de grond misschien net een klein beetje vorst, maar dat zal niet veel zijn. Kan ook wat nevelig worden op sommige plaatsen met misschien wat laaghangende bewolking of een enkele mistbank. Maar morgen begint toch wel vrij mooi met zonnige perioden. De loop van de ochtend begint er stapelbewolking te ontstaan. Dat wordt 's middags wat meer, het smeert ook wat uit. Blijft wel overal droog. En het is zeker niet koud morgenmiddag met temperaturen tot 16 graden aan toe. Dat alles bij een zwakke westelijke wind. Kijken we dan verder vooruit. Toch wel wat lagere temperaturen als de wind wat meer uit het noordwesten waait op woensdag. We gaan terug naar een graad of 12. Die temperatuur houden we een beetje vast op donderdag en vrijdag. Wolkenvelden, soms ook wat zon. En in de loop van het weekend wordt het niet alleen zonniger, maar zeker na zaterdag ook weer een klein stukje warmer. Dit was Gelderland Vandaag, waarin u zag dat er tieners zijn aangehouden na de mishandeling van het homostel uit Arnhem en dat het geweld veel reacties heeft losgemaakt. Meer nieuws kunt u vinden op onze site gld.nl en op onze app. Ik wens u nog een fijne avond.